Welkom terug in Kledingwinkel Simulator. Vandaag hebben wij deze update, de Clothing Pass. En deze update is een interessante update, want hier kun je volgens mij geüpdate kleren in jouw winkel doen. Ik weet niet hoe het werkt, maar we gaan het zien. Ik ben nu een gesprek aan het aangaan en hier kun je mannequins, wat? Moet je dit met echt geld kopen? Nee, toch? Producten, meubilair. Maar wat zijn die blauwe dingen dan? Hoe kom ik? Voeg toe aan winkelkar. Open. Niet genoeg geld. Oké, okay, nee, dat begrijp ik. Maar wat zijn die blauwe dingen? Hoe kom ik aan die blauwe dingen? Het zijn wel mooie dingen die hier allemaal liggen. Hoe kijk nou, joh. Oeh, strak mutsje. Oké. Hoe kom ik aan... Zo. Hoe kom ik aan die blauwe dingen dan? Betalen mensen dat of zo? Dit ziet er... Oh, ik heb het wel gemist, hoor. Ik heb het wel gemist. 2 weken lang geen kledingwinkelsimulator. Ik heb het wel gemist, hoor. Fantastisch. Kijk, een prachtige winkel hebben we toch, hé. Prachtige winkel hebben we. Heerlijk. Mooi, man. Oh ja, hier hebben we ons Twitch-shirt. Ons Dono-shirt. Met allemaal namen erop. En wat was hier ook alweer? Dit was het YouTube-shirt, toch? Ja, dit was het YouTube-shirt. Met alle leden. Oké. Okay. Maar niet alle, maar die op dat moment online waren. Lachen. Goed. Volgens mij kunnen we beginnen. Doen we dat hier? Ik weet niet meer hoe we beginnen. Ik ben het vergeten. Oh shit, ik gooi de hele tafel omhoog. Ik ben vergeten hoe we beginnen. Dit is die season pass ding. Oh. Hoe meer dagen je speelt, hoe meer geld je krijgt. Je krijgt 1 keer Kiki money. 50.000, ja, dat heb ik niet, maat. Nou, gaan we daarvoor sparen, toch? Nog wel dingen betalen. Ik heb nog huur te betalen. Ik heb nog facturen te betalen. Prima. Prima. Ik weet niet meer hoe ik begin met de dag. Oh ja, hier. Open. Tuurlijk. Zo begin ik met de dag. Oké, de dag is open. En zal ik ook gewoon deze advertentie erbij kopen? Hoppakee. Dan komen er nog meer mensen. Beter, hè? Beter, hè? Hey, zit je hier te niks, joh? Oh, je hebt alles gevuld? Heb je alles gevuld, maat? Wow, yo, hij heeft alles gevuld. Ik vind het heel irritant hoe ik loop. Mijn voetstappen die kloppen voor geen meter. Voetstappen, uit. Dank je. Dank je wel. Dat was heel raar, die voetstappen. Boek, boek, boek. Alsof ik een of andere 5 kilo dumbbell aan iedere voet heb. Oef, oef, oef. Goed, we hebben 9.000. Wat moeten we nog meer doen? Volgens mij moeten we verder niks doen, hè. Volgens mij is het gewoon een kwestie van wachten en chillen en that's it. Maar ik, volgens mij had ik alles klaar. Ik heb alles op... Hier, de groot... Oh, hier, dit kan ik wel doen. Opslag. Volgens mij was alles goed in opslag. Alles was binnen. Alles was besteld. Oh, ik kan zelfs een nieuw merk kan ik kopen. Laat ik dat gewoon doen. Of niet? 3. Jurk, blouse, t-shirt. Ja, laat ik dat gewoon doen. We gaan even zo'n... Gaan we zo'n nieuwe shelf pakken? Hier kan je wel meer aan kwijt, hè? En laten we deze nieuwe doen. 1, 2, 3 denk ik. Dan moet ik alleen even ruimte ervoor hebben. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Is dat genoeg? Denk dat het genoeg is. Oké. Bestel. Goed, komt hij weer binnen. Ja. Oh ja, hij gaat het natuurlijk hier leggen, want hier is die opslag. Oké, eerst even die... dat rek, dat nieuwe rek. We hebben niet echt ruimte. Kan ik... wacht eens even. Kan ik wat erbij kopen? Wat ruimte? Even kijken. Kan ik wat ruimte erbij kopen? Winkelmanager. Nee. Gebied 6. Level 24. Wat voor level ben ik nu? Level 21 staat daar bovenaan. Oké. Dat is jammer. Magazijn kan wel groter, maar daar heb ik niks aan. Reclamebord hoeft ook niet, want we heten nog steeds Winknol. Winkelwagen is nog steeds fantastisch. Moet je kijken, joh. Fantastisch. Ziet er niet uit. Maar goed, fantastisch. Voor de rest, volgens mij hebben we echt niks nodig. Nee, dus ik moet echt proberen even ruimte te zoeken. Maar het is zo vol. We hebben echt een volle bende hier. Oh, wacht, hier kan nog. Hier kan nog een beetje. Hier kunnen we nog... iets kwijt. En dan kan hier nog eentje naast. Dat wordt wel allemaal heel druk, hoor. Misschien moet jij even een andere kant op. Misschien moet jij even hier gaan staan dan.
Het is niet heel mooi. Maar dit is even praktisch. Voor even nu. Even nu. Voor even nu. Voor even nu. Oké? Okay? Dus even voor nu. Het is niet heel mooi, maar... Oh, oh wacht. Deze manier. Alsof ik ben vergeten hoe dat ook alweer moest. Hebben we nog een lege doos? Ja. Oh, wacht. Wacht. Dit was man, toch? Ja, rechts was man, links was vrouw. Want vrouwen links is voorrang. Links heeft voorrang, hè? Oh nee, rechts heeft voorrang. Wat zeg ik, gast? Oh, die hoorde hier. Ja, kom maar doen, joh. Ik moet even helemaal inkomen weer. Ja, voor waarschijnlijk als je de video kijkt is er niks gebeurd, maar... Voor mij is er, zit er 2 weken tussen. Oh. Doen we deze hier wel. Oh, en dan moet ik eigenlijk... Oh, dit is wel een mooi jurkje trouwens. Dan moet ik eigenlijk nog overal eentje van hebben. En dan moet ik dat even op dat schap zetten, zodat hij weet dat het die is. Anders weet hij niet waar hij het kwijt moet. Waar hij het moet sorteren. Goedenavond, Rashwan. Goedenavond, ouwe. Oké, dus moeten we die hebben en die. En dan gaan we die hier even 1. En dan daarachter deze en deze. Ja, dit is goed. En dan weet hij precies wat hij moet doen. Ja, dit vult hij zo bij. Dit is merch volgens mij. Het ziet eruit als merch. Oh, dit was geen merch. Maar dit doe je goed hoor, maat. Zo. Wat moet die dan? Je bent wel langzaam. Pa. Nice. Oké, we kunnen misschien nog even wat toevoegen, want ik zie nog wel dat er wat dingetjes missen weer. Ik zie nergens rood. Overal hebben we nog genoeg. Ze hoeven helemaal niks te doen. Dat is wel goed. Oh, oké. Okay. Ik help wel even. Ik help wel even. Deze moest daarachter. Zo. Anders moet hij alles alleen doen, joh. Kijk hoe snel ik ben. Ik ben veel sneller dan die gast. Ook wel eerlijker, denk ik, als ik even help. Je bent lekker bezig, doe ze voor, thanks Raptor King. Jij legt vrouwen dingen bij mannen. Ah, nu niet meer. Nu niet meer. Klopt wel inderdaad, ja. Maar hey, ze zijn allemaal gelijk aan mij. Hm? Ik weet niet waarom ik dat in Belgisch of Vlaams accent wilde proberen, maar moet ik ook niet meer doen. Sorry. Het spijt me. Ik neem nog even meer van deze meuk. Zo. Nieuwe dag beginnen? Ik zal even wachten. Nieuwe dag beginnen. Boom. Oké, okay, nieuwe klant, blablabla, bla, bla, totale verkoop. Hoppakee, 10k. Ja, is prima. Is prima. We gaan meteen open ook. Helemaal best. We kunnen het allemaal wel aan. Hé, hoezo is mijn advertentie weg, of niet? Oh nee, hij is er nog. Gelukkig. Voorraad. En dan moet ik... Het was een roze logo. Deze. Roze. En kijk, deze 90. Hoppakee. Deze is 65. Hoppakee. En deze 55. Bang. Bang. Nee, doe maar deze 85. Prima. Goed. Dit is beter. Oké, welke is dit? Mannenbroek Luxe Line. Die is helemaal op. Mannenbroek Luxe Line, die is op. Deze is trouwens ook op, zag ik. Die wordt hier. Mannenbroek Luxe Line. Even kijken, broek. Hier deze. 6 stuks maar. Oh, dat is niet goed. Oeh, daar ook dat shirt. Luxe Line. Oh, deze ook. Eleganza. Oh, dat wordt te veel allemaal. Deze. En de Eleganza. Maar welke was het? Die? Ik hoop het, dat die het was. Ik weet het niet meer. Die, ja. Dat is niet goed, mister. Even doorwerken. Gaat dit wel hard genoeg? Moet ik geen kassa erbij? Nee, dat gaat goed. Jij moet even doorrennen, gast. Hey, jij. Ja, pst. Hey. Werk even door. Ren. Moet je nieuwe patas van mij? Mag. Want ja, hij heeft wel snelle patas op zich nu. Zou moeten kunnen werken. Nou ja. Oh, opslag. Even overal wat bijkopen. Dat is de kassa. Ja, de kassa hoor je. Pling. Die hoor je best wel hard, volgens mij. Maar dat is goed. Dus, dat geluidje, dat klinkt als water in mijn oren. Dat vind ik niet fijn trouwens, water in mijn oren. Wacht even, dit is niet hoe je dat zegt. Hoe zeg je dat ook alweer?
Als je iets fijn vindt, dan zeg je dat het klinkt als honing in mijn oren of zo. Hoe heet dat ook alweer? Het klinkt als water in mijn honing. Het klinkt als... Wat was het ook alweer? Wat moet deze dan? Oh, daar. Muziek in je oren. Oh, muziek in je oren. Huh, waarom wil je muziek in... Oh ja, dat klinkt op zich logischer. Waarom denk ik aan honing in mijn oren en water? Het was oprecht gewoon dat ik dat dacht dat dat het juiste spreekwoord was. Of gezegde. Of is dat hetzelfde, spreekwoord en gezegde? Assistentie even kopen. Hoppakee. Zo, komen er meer klanten. Kan ik hier langs? Ja. Hier kan ik langs. Hoppakee. Die. Is het niet zoiets als het water loopt me in de mond? Oh, dat was het. Daarom zit ik er met de vergist. Vergisten. Ik ben toch niet van gisteren? Het water loopt me in de mond. Dat is het, ja. En de honing in je... Ja, dat was hem. Je hebt gelijk. Weird. You're right, man. Zo, ik moet eerst even de winkel in met dat spul. En daarna pas hier. Oh. Oh ja, hier had ik al een klacht over ingediend. Over die deuren. Dat ik vind dat die deuren anders moeten. Dat dat gewoon van die poortjes moeten zijn. Omdat dit... Hier loop je er elke keer achter. Dat is heel vervelend. Als je hier zo iets pakt en je loopt weg en dan... Laat dit gewoon poortjes zijn. Welke winkel heeft dan zulke deuren? Niet veel winkels meer, volgens mij. Waar hoort dit? Waarom zie ik niks groen? Waar hoort dit? Oh, daar. Damn, dat is gewoon compleet voorbij gelopen. Oh, dat was... Ja, geprankt door mezelf. Ik moet gewoon niet ernaast lopen, bro. Ja, dat is een irritant joch, jij. Dan ga ik hier ook op in. Dat is ook niet wat ik wil. Maar een kleine moeite toch? Om een deur open of dicht te doen. Wat hoort dit nou weer? Waar heb ik dit nou weer gelaten? Oh, hier. Ik ben helemaal kwijt waar ik al mijn kleren heb gelaten. Zo lang geleden dat ik in deze winkel ben geweest. Ik gewoon even niet meer weten hoe en wat. Deze moet ik vast ook wel ergens kwijt. Ja, daar. Oh, die was gewoon zelfs helemaal uitverkocht. Wauw. Gaat goed. Goedenavond, Ridden. Ik heb geen honing aan mijn kont, is het gezegde. Is dat het gezegde, ja? Ik heb geen honing aan mijn kont. Wat heb je dan in je reet? Een staart? Bro, er zijn mensen die dus gewoon serieus met een staart... Oh, kut. Moest dit niet een man zijn? Klutte meur. Schoen. Hier, die. Deze? Volgens mij is deze het. Deze was het. Ja, die was het. Er zijn dus gewoon serieus mensen die gewoon met zo'n staart aan hun reet op straat lopen. Ik snap dat niet. Maar goed... Kijk, aan de ene kant denk ik ieder zo zijn eigen ding. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, je bent zo anders dan de rest nu. Vind je het heel raar dat we kijken? Of is dat juist dat we moeten kijken, omdat je zo'n staart hebt of zo? Ik weet niet. Goed. Het is een beetje hetzelfde als toen ik met zwart-witte schoenen liep. Ik had altijd zwart-witte schoenen. De linker schoen had ik dan zwart en de rechter had ik wit of andersom. En dan kocht ik gewoon één... Of kocht ik twee paar schoenen. En dan droeg ik ze allebei. Keken mensen ook heel raar. Dat is ook raar. Dat is ook apart. Dus ja. Misschien is dat hetzelfde of zo. I don't know. Oh, wel twee verschillende schoenen aan. En een staart in je... Nou ja. I don't know, man. Misschien is het appels met peren vergelijken. Of misschien is het honing met water vergelijken in je oren. Weet jij veel? Nee. We kunnen er weinig aan doen. We kunnen gewoon lekker genieten. En kijken. Betalen. Hoppakee. Huur. Factuur. Hoppa. Wat moeten we halen? Chic crise. Gaan we dat even halen? Deze moeten we halen. Nog meer in de opslag. Deze mogen we nog wel even eentje van. Nog wat schoentjes erbij. Helemaal prima. Broekje erbij. Wat een heerlijk geluid, hè? Ka-ching, ka-ching. Zo, prachtig.
We hebben weer genoeg meuk. Een hond? Maar jij wil ook graag uniek zijn. Ja, ik bedoel, ja, maar ken je dat? Dat ze zo'n, zeg maar zo'n staart ding doen? Dat ze een soort van hond zijn inderdaad. Dat is ook dat ze over straat lopen zo. Dat ze dit doen. Ik, weet je? Ken je dat niet? Of ben ik de enige die, die dat heeft gezien? Nee, nooit gezien? Ik weet ook niet hoe het heet. Als ik zou weten hoe het heet, dan had ik het je gezegd, maar... Ik weet niet hoe het heet. Het heeft wel een naam. Misschien weet iemand in de chat weet het. Hoe dat heet. Noem je een furry? Is dat een furry? Ik weet niet of een furry is. Furry is meer zo'n pak, toch? Nee, furry is toch meer zo'n pak. Dat je zo'n pak aan hebt en dat je zo'n doet alsof je een dier bent of zo. Dan heb je een hele beurs, heb je daarvan. Toch? Of is dat wat anders? Nee, dat is weer... Cosplay is weer wat anders. Cosplay is... Nee, ik weet niet hoe het, ik weet niet hoe het heet. Ik weet echt niet hoe het heet. Wacht even, waar horen deze rokken? Waarom is hier... Oh, hier. Heb ik die al opgehangen net? Ik ben even kwijt. Ja, heb ik opgehangen. Ja, dat is het, ja. Therians. Moet je nou maar eens googlen. Dat is heel uniek om te zien, maat. Dan denk je dat je alles gezien hebt, maar... Dan komt dat nog even voorbij. Kijk, iedereen is dus zijn eigen ding, hè. Ik bedoel, ik kan mij echt geen moer schelen wat... Wat je denkt dat je zelf bent of wat je wil zijn of whatever. Boeit me echt niet. Maar openbaar, dan denk ik, ja gast, ik ga wel even kijken wat je allemaal aan het doen bent nu. Want dit is wel zo erg uit het normale. Dat ik wel even benieuwd ben naar hoe jij zo loopt te springen. Dat is toch vrij logisch. Of is dat ook heel raar? Ook om een staart tussen benen, toch? Ja. Ja, nou. Nou, staart. Staartje, hè? Staartje. Dus spreek voor jezelf, hè? Ik heb een staartje. Yo, niet enthousiast doen. Je komt bij zoogdieren uit. Als je zoekt op Therians. Wat doe je dan Therians en dan mens of zo? Of man of vrouw? Mens. Iets in die richting. Misschien lukt het dan. Ik weet niet. I don't know, man. Ik moest er ineens aan denken. Ik zag het een paar dagen terug, zag ik het ineens een video. Dan dacht ik, what the fuck? What the fuck gebeurt hier? Misschien nog iemand in dienst te nemen. Ja, ik wil dat heel graag. Ik wil heel graag iemand hier in dienst nemen. Moet ik maar even kijken. Winkel, nee, hier, werknemers. Maar, level 25. Ik ben level 23. Magazijnmedewerker level 25. Ik ben 23. En dat was het. Oh, misschien als ik een kassa erbij doe, dan kan ik wel nog een kassa medewerker erbij doen. Dan gaat het wel iets sneller. Maar op zich gaat het zo ook prima. Ik bedoel, kijk dan. Zo, die heeft veel... Oh, allemaal Twitch hoodies, of niet? Oh, nee. Zo, mevrouw. Helemaal wild, joh. $470. Heb ik de prijs eigenlijk wel goed? Zijn alle prijzen wel goed? 5,50. Even daar kijken. 5,70. 50. Nee, deze zit er gewoon op 50. Dat is wel goed. Ja, de prijzen zijn prima. $50. Ja hoor, de prijzen zijn allemaal wel best, joh. Dus zit ik even op 60. Prima. Gaat allemaal wel goed. Oh, de heren-herentrui. Heren-herentrui. Uit de winkel. We hebben nog wel een opslag. Even kijken, opslag. Heren-herentrui hier, deze. Zo. Gaan we even aanvullen. Dat is de merch, man. Dat is de merch. De Twitch merch. Oh, hier ligt eentje op de grond. Die. Ik heb het weer op de grond gegooid. Oh, die moet ik ook natuurlijk blijven bijbestellen, hè? Die, onze merch, die staat natuurlijk hier niet tussen elke keer.
kijken. Merken. Nee, speciaal ontwerp. Dit was hem. Voeg toe. Voeg toe. Voeg toe. Hoppakee. Gaan we. Een Therian is iemand... Kijk, daar hebben we hem. De definitie van een Therian. Een Therian is iemand die zich op spiritueel of psychologisch niveau verbonden voelt met een dier. Bang. Dat bedoel ik. Sick, hè? Hoe is het mogelijk? Ik wist niet dat het zo ver ging trouwens. Ik dacht alleen dat het verkleden was. Maar het is ook echt letterlijk dat ze zich zo voelen. Dat wist ik niet. Daar heb ik ook wat nieuws geleerd. Very interessant. Maar goed. Wat ik zeg, ieder zo zijn ding. Hè? Klinkt wel als een furry. Ik snap waarom je zou denken dan furry. Maar dat is weer wat anders. Misschien begint het bij furry of zo. Misschien is dat de beginfase. I don't know. Net zoals erachter als je bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet. I don't know. Ik weet niet hoe dat werkt. Knollenmerch. Bro, dit is allemaal knollenmerch, man. We hebben lijpe knollenmerch gewoon custom-made gemaakt in de game. Om te kopen voor de virtuele klanten. Met de namen van de leden erop, met de donatiemensen erop, met alles erop en eraan, joh. Dus, dat hebben we de vorige aflevering allemaal gedaan. Dat is nog 2 weken geleden. Hoppakee. Maar die zien er wel sick uit. Beter dan het eerste exemplaar. Ik nou... Ja, dat dacht ik al. Ik heb ongeluk die andere erbij. Kan ik deze niet even ophangen? Ja. Precies genoeg ook. Hoe ga je levels omhoog? Door verkoop? Correct. Door verkoop. Door... jezelf zijn. En ik voel me vandaag een Therian. Dus. Weet je dat ook weer. Nee, je moet gewoon shit verkopen, man. Gewoon shit verkopen. En dan krijg je elke keer XP. Alleen, het is heel vaag. Want je ziet nooit echt goed of je een level omhoog bent. Ik ben nu level 23, maar... Je ziet nooit echt of die... ja, hoe hoog je gaat, zeg maar. Of zo. Leg ik dat uit. I don't know. En je moet eigenlijk de hele tijd opslag... Of de hele tijd dingen bijbestellen. Daar ben je voornamelijk mee bezig, natuurlijk. Maar dat is ook niet in een echte kleine winkel, is het zo, hè? Blijf je bestellen. Je moet die meuk blijven verkopen. Beetje hetzelfde als de supermarkt. Ja, zeker. Het lijkt een beetje op Supermarkt Simulator, klopt. Het is alleen voor andere makers dit. En... Oeh, nou heb ik het weer fout gedaan. En deze guy die update ook. Ja, de Supermarkt Simulator update ook. Hier is alleen nog geen mod voor. Dat is wel jammer. Bij Supermarkt Simulator heb je volgens mij al mods. Dat je dingen kan aanpassen en veranderen en weet ik het allemaal. Maar ik wil even wat anders doen. En dat is dit. Dit is anders. Hè, weet je. Nou, eens op, man. Stomme hoest. Misschien een idee om kassa erbij te doen. Ja. Goed idee. Vind ik wel een goed idee. Zullen we dat even doen? Deze gaan we dan even iets meer... Zullen we het hier doen? Nee, ik kan het niet echt kwijt, hè. Hier? Kunnen ze ook niet echt omheen. Hier. Dan moeten ze dit maar aan één kant doen. Ja, doe het wel zo. Kassa erbij is een goeie. Die hebben we hier, toevallig. Kijk nou. Hop. Dan hebben we 2. Zo, dit is een heel langere rij, joh. Oh. Oké. Hoe krijg ik deze kassa weg nu? Oh, ze gaat hier staan. Shit, dan moet ik afrekenen. Ja, alsjeblieft. Oké, wacht. Als hij zo meteen klaar is, gooi ik die kassen snel weg.
Nee, 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 niet in de rij gaan staan. Oh. Misschien kan dat zometeen als ze gesloten zijn. Weg. Ja. Ja, ik heb hem. Kan ik haar wegdoen? Nee, ik kan haar niet wegdoen. Oké, dan doe ik het wel zo, I guess. Hoe ga ik dit doen? Zo. Ja, dit is, die rij klopt dan ook helemaal niet. Zo. Zo. Ja, dit is wel een prima rij zo. Ja, dit is prima. Iets minder links. Nog. Dat mag niet. Iemand wil betalen. Kom maar, snel, snel, snel. Speedrun. Oh, dat was heel snel. Mag ik hem? Zo. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Prima. Ja, man. Dit is top. Sinds iemand in de chat zei dat de kassa lijkt op een hartslag, kan ik het niet meer horen. Oh, nee, man. Wacht, ik kan ook nu iemand inhuren, volgens mij. Ja. Hoppakee. Kijk, we hebben een tweede persoon erbij. Oh, dat gaat wel heel hard, die hartslag nu. Dit is goed. Kijk, dit is top. Dit is top. Kijk, dan moet ik alleen nog even snel level 25 worden. Dan kan ik even helpen met... dan kan ik even een magazijnmedewerker erbij hebben. Nou, het geld hoef ik me niet meer druk om te maken. Vuller, 25. Ja, dan moet ik, heb ik een vuller erbij en een magazijnmedewerker. Gewoon allebei. Dat is chill. Gooi wel even wat dingetjes erbij. Zo, daar zit nog genoeg in de opslag. 15 was maximaal, hè? Ja. Ik heb meer nodig, man. Ik heb meer nodig. Ik heb meer spullen. Ik weet niet wat de laatste was, deze volgens mij. Zo. Ik heb heel veel nu. Het is ook niet bepaald een snelle werkster achter die kassa. Yo, 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 heb je iets tegen vrouwen of zo? Heb je iets tegen vrouwen? Zeg sorry tegen haar, zeg sorry. Dat kan je niet zomaar zeggen. Jij doet gewoon je werk goed, mevrouw. Het is gewoon goed. Je bent goed genoeg. Hij is wel sneller. En je wil gelijk betaald worden. Tuurlijk, dat doen we gewoon. Hé, begrijp me niet verkeerd. Maar je doet het goed. Kut, 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 kut. Ik kon het niet. Kut, kut. Nieuwe dag. Kut. Kut. Hey. Nieuwe dag. Oké, ik ga nu wel een extra advertentie doen. Ik kan het makkelijk aan nu. Oh! Oh ja, ik was vergeten dat ik heel veel had besteld. ja. Goed. Nou. Gaan we. Het is een man en een vrouw. Correct. Ik heb een man en een vrouw voor ons werk. Oh nee. Gelukkig kunnen kleren niet breken. Het scheelt weer. Althans, ik ga ervan uit dat het een vrouw is. Mag ook niet, hè? Nou, hier op mijn street doen we niet zo moeilijk, hoor. Als ik borsten zie of gewoon vrouwelijke figuren of vrouwelijke karikaturen in een gezicht of weet ik veel wat vormen, dan is het een vrouw. Totdat hij zegt dat hij anders is. Dan pas ik me wel aan. Maar ik ken het vanaf jongs af aan, heb ik dat geleerd. Dus als ik dan ineens moet veranderen, dat is best moeilijk. Dus ik wil me aanpassen, maar geef me even tijd. Geef me even tijd, man. Ik kan niet zo een of andere dag in één keer... Hè? Dat gaat niet. Stel morgen... Ineens... Moet je zeggen... Het gras is blauw. Dan mag je niet meer zeggen het gras is groen. Dat is best lastig. Dat is best lastig. Daar heb je even tijd voor nodig.
als je je hele leven al weet dat gras groen is. Maar je moet het nu blauw noemen. Spittig. Geef het even de tijd. Hè? Ach, kijk of ze een staart hebben. Oeh, dat is wel een goeie inderdaad, ja. Nee. Ik ga wel even de winkel in, want het is... Ik gooi er wel heel veel bij. Mevrouw, u loopt... dwars door de kleren heen. Oh, ik kan een nieuw gebied van de winkel. Ja. Hoppakee. Oh, is hij een stuk groter. Ja, chill. Oké. Dit is fijn. Kijk, dan kunnen we dit even een beetje zo opschuiven. Kijk eens even, joh. Dit is wel fijn. Hoppakee. Dit is even wat meer overzicht. Ah, kijk nou. Hoppakee. Dit kan al wel iets meer hierheen weer. Dit kan hierheen. Zo. Hoppakee. Dit is wel even iets... iets relaxter. Dit mag even iets meer naar rechts eigenlijk. Oh, ik heb daar nog de vloer op de oude manier. Zag je dat? Zo. Oké, hier moet ook de vloer ook even, de vloer en de muur ook even veranderen. Verfwinkel. Wallpaint. Welke had ik ook alweer? Ik had die marble, toch? Die zwarte. Deze. Ja. Hoppakee. Zo, pas dit er weer bij. En de vloer had ik in een andere badkamer tegel of zo. Welke was het? Deze. Ja. Beautiful. Zo, alsof het al jaren zo was. Hey, daar mis ik een beetje. Zie je dat? Ik heb daarachter ben ik een vloertje. Hoppa. Vergeten. Hop. Ja, ik heb hem. Hoppakee. Oh, nieuwe dag. Nu gaan we geld verdienen. Want we hebben nu 2 man die heen en weer lopen. Dus dit kan ook bijna niet meer leeg gaan. Dus dit is goud, joh. Dit is goud. 2 man die de hele tijd heen en weer lopen. Alleen, ik weet niet hoe ik die dingen ook alweer deed. Die kleding. Oh, hier. Ja, je hebt gelijk. Oh, ja, ik heb hem. Nice. Ik heb zelf die computer in het magazijn gezet. La, briljant. Kijk nou. Dat is briljant. Staat veel netter. Kunnen we ook gewoon... Nee, kunnen we niks. Dit is top. Veel beter. Wel leeg hier nu. Maar goed. Misschien kunnen we dan... deze hierachter zetten. Kan ik hier dan langs nog? Zo. Loret maar even mee. Oh, druk bij de kassa. Ja, stagiair, die rent even mee. Zo. Dit is wel leuk. Kan ik trouwens dan wel deze kassa ook... Nee, deze kassa kan ik dus niet weghalen. Dat is wel gek, hè? Ik kan alleen een kassa erbij kopen, maar niet weghalen, die eerste. Hé, joh, kijk, ze zitten dan. Oh, daar gaan ze. Ze gaan aan het werk. Oké, bestel die planten. Dit is wel leuk hier in de hoek. Staat een beetje dom. Ik zet hem wel hier neer. Zo. Next. Plant. Moet je niet ontslaan. Oh, die andere... Misschien moet ik die vrouw ontslaan, bedoel je? En dan dat het kan kloppen? Dit is wel leuk. Kijk nou. Ziet er wel leuk uit. En hier? Wat is dit voor plant? Deze kunnen we wel even... kunnen we die kwijt? Hier misschien. Leuk. Hey. Stuk beter al. Nou, we zijn even aan het kijken van... Yo, dit is wel een vet shirt, man. Wel een vet shirt. Zal ik deze bij deze ook aandoen? Komt deze roze vandaan?
Kijk, hop. Ze heeft helemaal geen broek. Ze heeft geen eens een broek aan, joh. Waarom heeft ze geen broek aan? Kijk, is er een broek? Vrouwenbroek? Of vrouwen iets? Dat is te kort. Oh, dit kan wel leuk zijn. Of niet? Oh, dat zie je niet eens. Nou, doe maar niks dan gewoon. Dan heb je gewoon niks aan. Zo goed met je. Jammer dan. Deze moeten we even weer terug. Er is geen andere decoratie van planten? Nee, volgens mij niet. Volgens mij wat ik nu heb is... Eerst die medewerker van de kassa ontslaan. Zal ik dat even doen? Dan kan ik misschien langere kassa's maken. Dan ga ik even die vrouw... Ga ik even... Oh, eens even opslaan. Joep. Wacht tot ze klaar is. Nou, er komt nog eentje bij. Oh, nee. Weg. Ja, oké. Nu jij. Ja. En na. Oké, ja. Nu. En dan... kassamedewerker ontslag. Oké, top. Verpakken. Ja, je hebt gelijk, man. Verkopen. Hoppakee, 150 erbij. Oké, dan gaan we hier nog eentje van doen, denk ik. Of niet? Of kan hij het alleen wel aan? Misschien kan hij het alleen wel aan. Dan heb ik het toch helemaal niet... twee nodig. Drie mensen in de kassa. Of in de rij, bedoel ik. Tot het vierde in de rij, kassa erbij of zo, toch? Was het? Okay, we hebben nu vier in de rij. Volgens mij gaat het goed. Volgens mij kan dit wel. Maar ik kan wel even de kassa erbij doen. En ja, doen we gewoon de kassa erbij. Het kan mij uitschelen. Ook even wat dingen erbij hier. Want die guy is gestopt met lopen. En we willen wel dat hij eigenlijk constant aan het werk gaat. Want zo zijn wij. Werk voor je centen. Tony. Hoppakee. Twee. Oké, meubilair. Kassa. Kassa! Kassa! Dat is dit voor eigenlijk shelf trouwens. Dat doe ik even testen. Dat is een, dat is een hoekje gewoon. Oh, dat is gewoon een hoekje met kleren. Iets. En hier is de kassa. Kan ik daar nog kleren op überhaupt? Ja, dat is zo'n hoekje. Oh. Dat is wel grappig. Ja, dat is vervelend hier zo. Moet ik dat hier dan doen? Dat is wel grappig. Trouwens, ik heb iets nieuws. Ik moet hem even opslaan. Ik heb iets nieuws.